In dit filmpje zal ik ingaan op de zorg voor QVS. Welke zorg gebruiken deelnemers en hoe tevreden zijn ze daarmee? Voor meer informatie over de opzet van het onderzoek en de kenmerken van patiënten die hebben deelgenomen, kunt u het eerste filmpje bekijken. De resultaten voor dit thema worden over het algemeen weergegeven voor de totale groep deelnemers in 2023. In het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst heeft 60% contact gehad met zorgverleners voor QVS-klachten. Als we vervolgens kijken welk type zorgverleners deelnemers raadplegen, uit een lijst van 36 zorgverleners, dan komt daar de volgende top 10 uit. Van de deelnemers die contact heeft gehad met een zorgverlener in het afgelopen jaar, heeft de helft een huisarts gezien en een derde een algemeen fysiotherapeut. Een op de tien deelnemers heeft contact gehad met een praktijkondersteunend hulpverlener GGZ, een ergotherapeut, cardioloog of bedrijfsarts. Gemiddeld hebben deze deelnemers vier zorgverleners geraadpleegd voor hun klachten. In het algemeen krijgt de zorg en de begeleiding voor QVS in het afgelopen jaar een 7,4. Individuele zorgverleners worden gemiddeld beoordeeld met een 7. De fysiotherapeut scoort het hoogst, gevolgd door de psycholoog. In het jaar voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst heeft 24% gebruik gemaakt van niet-reguliere behandelingen voor QVS-klachten. In het figuur ziet u de vijf meest gevolgde niet-reguliere behandelingen. Over het algemeen zijn deelnemers tevreden over de niet-reguliere behandelingen. Deze worden beoordeeld met een 7. Naast het gebruik maken van zorg die vergoed wordt uit de zorgverzekering, maken deelnemers ook zelf kosten. Zo geeft 38% aan gebruik te hebben gemaakt van zorg, behandeling of ondersteuning voor QVS die niet werd vergoed door de zorgverzekeraar. Deze deelnemers hebben vooral kosten gemaakt aan medicijnen of supplementen, niet-reguliere behandelingen en paramedische zorg. 24% heeft meer dan 1000 euro uitgegeven aan zorg. Dit leidt in sommige gevallen ook tot het vermijden van zorg. 32% geeft namelijk aan dat ze wel in zorg of ondersteuning hebben gemeden. Vanwege de kosten. Deze cijfers geven ons een beeld van het zorggebruik van deelnemers en hoe ze die zorg beoordelen. Drie op de vijf deelnemers maakten gebruik van reguliere zorg en ongeveer een kwart van niet-reguliere zorg. Deelnemers gaven de zorg voor QVS in het algemeen in 7,4 en ook over de individuele zorgverleners was men over het algemeen tevreden. Twee op de vijf deelnemers hebben kosten gemaakt voor de zorg, behandeling of ondersteuning voor QVS die niet werden vergoed door de zorgverzekeraar. Een kwart van de deelnemers maakte meer dan 1000 euro aan kosten.